Goeiedag. Ja, het is een kletsnatte vrijdag vandaag. Veel plassen buiten momenteel. Het blijft maar regenen. Pas later vanmiddag wordt het in het zuiden geleidelijk aan wat droger. En het weekeinde, ja, daar gaan we eens even naar kijken. Laten we eerst even naar de satellietfoto kijken, zoals die er momenteel uitziet, rond een uur of 11. Nederland, dat ligt hier. Een dikke pluk bewolking daarboven. En daar valt al die regen uit. Voordat ik verder ga met de weekendverwachting, ga ik eerst ook nog even kijken richting het Caribisch gebied, want daar is ook wat aan de hand. Dit zijn satellietbeelden van gisteren tot aan nu. En dan zien we hier de tropische storm Tammy. En die trekt richting het Caribisch gebied en zal dan vervolgens weer naar het noorden gaan afbuigen. Dat is toch wel iets om in de gaten te houden, want bijvoorbeeld de eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba gaan ook met die tropische storm te maken krijgen. In ieder geval het weer ervan, want het belangrijkste windveld, dat blijft wel ten oosten. Als we gaan inzoomen, dan zien we hier het pad van de tropische storm opkomen zetten. En dat buigt er verder af naar het noorden. Maar die eilanden hier, Sint Maarten, Sint Eustatius, moeten rekening houden. Zaterdag vooral met heel veel regen, veel wind en ook een hoge golfslag. Echt wel even een weertype om in de gaten te houden. Het is ook zo dat Tammy aan het versterken is. En de verwachting is ook dat het zaterdag een orkaan gaat worden van de eerste categorie. Goed, terug naar ons eigen land. Daar geen orkaankracht, maar af en toe wel flink wat wind en dus ook de vele regen. Vrijdag pakken we er nog eventjes bij. Dan zien we dat regengebied over Nederland heen trekken. Dan kunnen we ook mooi zien wanneer het ongeveer droog moet gaan worden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, dan trekt die regen naar het noorden weg. Wordt het op de meeste plaatsen droog. Maar helemaal droog gaat het dit weekeinde niet worden. Want er vallen diverse buien. We zien ze overtrekken. Lokaal zijn dat flink wel wat verschillen. Vooral zaterdag in de late middag en avond trekken er een aantal stevige buien over. En ook in de nacht van zaterdag of zondag moeten we er rekening mee houden dat die buien vallen. En vooral die buien die zaterdagavond in het westen vallen, ja, dat kan gepaard gaan met een paar forse windstoten. Ik heb de wind er nog eens even bijgezet. Dit is een van de modellen. Die komt toch wel met flink wat wind op de kust. Zware windstoten zijn er dan mogelijk. Of dat ook uit gaat komen, dat is nog wel een beetje de vraag, hoor. Daar moeten we wel eerlijk in zijn. Want er zijn ook wat modellen die veel minder wind laten zien. Maar goed, morgenavond even goed in de gaten houden in de kustprovincies hoe het met die wind gaat. Verder, vandaag dus die grijze regenachtige dag. Morgen, dan denk ik toch wel dat de zon ook zich laat zien. En ja, het zal niet zo nat zijn als vandaag. Het gaat om buien. Op sommige plaatsen zal het reuze mee gaan vallen met die buien. Elders kan er dan weer wat meer buienactiviteit zijn. Temperatuur 15, 16 graden en een forse wind uit het zuiden. Matig tot vrij krachtig. In de avond mogelijk aan zee nog wat meer wind. Zondag is ook een dag met temperaturen rond de 15 graden. En ook dan krijgen we nog te maken met buien. Maandag ziet het dan even wat beter uit met zonnige periode en overwegend droog weer. Pas later op de dag neemt de kans op buien toe. Het wordt dan zo'n 15 tot 17 graden. En de dagen na dinsdag en woensdag, ja, die zien er dan toch ook wel weer wisselvallig uit. Het is ook wel mooi te zien in de neerslaggrafiek. Want als ik die eventjes voorzet, dan kunnen we heel mooi zien dat die eerste dagen toch flink wat neerslag te verwachten is. En ook de tweede week lijkt het toch nog wel wisselvallig weer te worden. Kortom, de herfst laat zich van zijn wisselvallige kant zien. Fijn weekend alvast.